Swijns, een dorp met net meer dan 100 inwoners, een tjerke en maar een paar bedrouwen. De grootste onderneming van het dorp verdwijnt na een bestaan van 34 jaar. Sietsma, beton en geveltechniek. Hey, je schrikken verschrikkelijk. Het, heb ik gezegd, er is een gezin hier in Swijns die je beide werkt. En dan het gezin ziet maar zelf. En wat gebeurt er al hier? Zij heeft altijd een grote betekenis voor het dorp. Ja, maar sponsoringen en alles, skeertsverenigingen. Ja, je schrikken gewoon. Sietsma, wie specialiseert in onder oren het opknappen van gevels en het isoleren van wenningen. Juster binnen de personeelsleden informeerd over het faillissement. Het wie een emotionele bijeenkomst, want woonmeesken werken er al tientallen jaren. Aant Buisman, de directeur van het bedrijf, wil voor de camera niks zeggen, maar over de telefoon vertelde hij mij dat het heel soer is dat komende tiers het faillissement onvregen worden moet. Want de omzet wie goed, maar er binnen grote flaters maken in de boekhouding. En dus door geoude lieken in de kast dit bedrijf de das om. Na je week wordt meer duidelijk hoe de takkomst van het bedrijf en of er een terugstart mogelijk is. Maar voor eerst staan de 80 meiwerkers op stritten. We weten al wel, het werk loopt net voor het oprapen. En, iedereen heeft toch een gezin weten onderhouden. En ja, mijn denken is echt bij hun. Ik vind het verschrikkelijk. Je leest het overal, maar het is nu wel heel dicht bij huis.